In café De Vriendschap in het Veld, vlakbij Schagen, werd voor het tweede maal het G-Star koppel biljarttoernooi gehouden. Een bijzonder biljarttoernooi, dat doet naam al vermoeden. Want een biljartspeler met een verstandelijke beperking wordt gekoppeld aan een speler zonder handicap. Dat was 5 jaar geleden. We volgden destijds biljarter Dave van der Neut tijdens dit bijzondere toernooi, waar hij nog elk jaar aan meedoet. En we zochten hem opnieuw op voor de rubriek Oud Zweet. Ja? Hoe is het nu met je? Ja, met mij is het, gaat het hartstikke goed. En, ja, we zijn toch in 5 jaar tijd zijn we toch wel veel toernooien geweest. Met ons team, de club, biljartclub De Reiger. We hebben zelfs tweede geworden, dat scheelde toen 1/10 met het biljarten. Ja, dus je zijn bijna gewoon een keer Nederlands kampioen geworden in de tussentijd. Ja, bijna wel, ja. Maar het scheelde maar 1/10. Ai! Te sterk! Te sterk! Hij had op dikte gekregen. Ja, was even te sterk. Ik vind het gewoon biljarten, ja, het is gewoon gezellig om elkaar. Gewoon de mensen die waar je mee spelen, kun je ook een beetje lol maken. En naast dat wij met elkaar spelen, spreken we elkaar ook, want we appen met elkaar. Ah, oh, moet ik tegen jou? Oh, jou maak ik zo in! Oh. Hij is mooi ook. Dave, hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Het wordt wel wordt beter. We maken punten. Dat is onze score. En we moeten in totaal 30 maken. Nou, Joop, daar komen ze. Daar komen ze. Mensen kunnen ook komen kijken op de maandagavond. Van 8 tot 9:30. En dat is gewoon in hier gewaard. En gezellig is het. Gezellig is het, zeker. Dat hoor je ook op de achtergrond. Dan moet je handtekeningen gaan uitdelen, denk ik.